Hallo, ik ben Albert Hasper, de baas van het bedrijf Fix. Vandaag is het de dag van de fotonica. Waarom vandaag? Omdat exact 37 jaar geleden een groep wetenschappers het eens werd dat de snelheid van het licht maar liefst 299.792.458 meter per seconde is. Deze speciale dag leek me een heel goed moment om jullie wat te vertellen over wat fotonica nu eigenlijk is. Fotonica is de wetenschap van het opwekken, meten en veranderen van licht. In de praktijk is dat dan vaak ledlicht of laserlicht. Denk bijvoorbeeld aan de scanner bij de kassa, of een Blu-ray speler, of een virtual reality bril. Waar in de elektronica de informatie wordt verstuurd via elektrische stroom of elektronen, gaat dat in de fotonica met lichtdeeltjes, oftewel fotonen. Fotonica gebruikt wel tot 100 keer zo weinig stroom als elektronica, en niets is zo snel als het licht. Alleen met fotonica kunnen we het internet in de toekomst snel genoeg houden wanneer het dataverkeer zo enorm blijft toenemen. En bovendien kost het dan veel minder energie. Ook kunnen zelfrijdende auto's om zich heen kijken met behulp van fotonica. En met licht kan je ook chemische stoffen opsporen, bijvoorbeeld virussen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Elektrische apparaten zijn in de loop van de tijd steeds kleiner geworden. Dat komt onder andere door het gebruik van chips, waarop heel veel elektrische schakelingen worden gecombineerd. Deze schakeling met allemaal losse componenten kan bijvoorbeeld vervangen worden door dit hele kleine kant-en-klare chipje. Er bestaan ook fotonische chips. Daarin kunnen al deze lenzen, spiegels en zelfs lasers worden verpakt in dit piepkleine dingetje. Zo'n chipje kan wel honderden functies uitvoeren. Met een duur woord noemen we het samenvoegen van die functies geïntegreerde fotonica. Maar zo'n fotonisch chipje alleen kan nog niks. Als er een laser in zit, dan heeft die stroom nodig. En misschien wil je dat laserlicht wel ergens anders weer opvangen en meten. Daarom worden fotonische chips vaak verbonden met elektronische printplaatjes, glasvezelkabels of andere chips. Pas dan heb je een echt functioneel moduletje voor in een apparaat. Dat inbouwen en verpakken van die fotonische chips in modules, dat is nou precies wat Fix doet. Als we zeggen dat we een fotonische chip verpakken, dan denken mensen wel eens dat we er een doosje omheen doen. Dat klopt ook wel, maar dat is dan wel een heel ingewikkeld doosje. Kijk, hier in het midden zit een fotonische chip. Eromheen zie je elektrische aansluitingen en er zit ook een glasvezelkabel aan, die met een stekkertje weer in een ander apparaat kan. Dat aansluiten moet allemaal heel precies. Want voor je het weet, schijn je het licht ernaast en werkt die module weer niet. Dit is nog een vrij groot doosje waarmee de ontwerper kan meten of zijn chip het wel goed doet. We maken er hier dus maar een paar van en grotendeels met de hand. Maar op den duur moet dit natuurlijk een veel kleiner doosje worden, zodat het kan worden ingebouwd in een echt product. En daarvan maken we er heel veel met geautomatiseerde machines. Daarom adviseren wij die ontwerpers ook om de chip zo te maken dat hij in een klein doosje past, dat straks heel snel en geautomatiseerd door ons geproduceerd kan worden. Zo kunnen wij hem blijven bedienen als zijn product een groot succes wordt. En uiteindelijk stoppen we de module toch gewoon weer in kartonnen doosjes. Hey, ik hoop dat jullie wat van mijn verhaal hebben opgestoken. Hebben jullie nog vragen? Stel ze gerust hieronder. Tot ziens en dag!